In de prijs van gelijkheid ga ik op zoek naar de heilige graal van de welvaartseconomie. Hoe kan de overheid zo doelmatig mogelijk herverdelen? In mijn boek laat ik zien dat de overheid dat niet optimaal en doelmatig doet. De prijs van gelijkheid is hoog. Aan de marge kost een euro herverdeling 50 cent. Dat kan veel lager zijn als de overheid veel doelmatiger zou herverdelen. Laat ik beginnen met een voorbeeld. De vlaktax is een ondoelmatig herverdelingsinstrument. Waarom? Dat kan ik het beste illustreren met een eenvoudig voorbeeld. Stel je de meest eenvoudige vlaktax denkbaar voor. Een vlaktax met één tarief en één heffingskorting. En hoe hoger het tarief, hoe hoger de heffingskorting kan zijn. Als je nu de mensen aan de onderkant een hoger netto inkomen wil geven, dan moet je zowel het tarief als de heffingskorting verhogen. Dan stijgt het netto inkomen aan de onderkant. Maar dat geldt niet alleen voor de mensen aan de onderkant. Ook de midden- en hoge inkomensgroepen profiteren van de hogere heffingskorting. Dus om een bepaald netto inkomen aan de onderkant te realiseren, geef je automatisch heel veel geld weg, ook aan de midden- en hoge groepen. Met een niet-lineaire tariefstructuur kun je de belastingdruk veel gerichter verlagen voor de mensen aan de onderkant, waardoor je uiteindelijk veel minder hoge tarieven nodig hebt. En als de tarieven uiteindelijk lager zijn, heb je minder schade in de arbeidsmarkt en is de welvaart hoger, terwijl dezelfde hoeveelheid inkomen herverdeeld naar de onderkant. Dus met een niet-lineair stelsel kun je meer inkomen herverdelen bij dezelfde schade in de arbeidsmarkt of bij dezelfde herverdeling minder schade in de arbeidsmarkt en dus een hogere welvaart bereiken. Daarom moet je een vlaktax op fundamentele economische gronden afwijzen. Als we praten over doelmatigheid, hoe verhoudt zich het minimumloon daartoe? Ook het minimumloon is een ondoelmatige manier van inkomen herverdelen. Het minimumloon verhoogt de loonkosten voor mensen met een laag inkomen, waardoor ze een grotere kans krijgen om werkloos te worden. De minimumloonverdieners betalen daarmee zelf voor een hogere minimumloon in de vorm van hogere werkloosheid. Maar ook het minimumloon is natuurlijk niet gratis. Het minimumloon wordt ook opgebracht door of de aandeelhouders van bedrijven, of de andere werknemers bij bedrijven, of door de consumenten van die bedrijven, want het geld moet ergens vandaan komen. Nu is het ook hier weer beter om dat geld direct bij die andere mensen op te halen via hogere belastingen en dan de minimumloonverdieners een lagere belasting te laten betalen. Dan worden die mensen niet werkloos, terwijl dezelfde inkomensstijging aan de onderkant realiseert. En daarom is ook een minimumloon een slechter herverdelingsinstrument dan lagere belasting voor mensen aan de onderkant. Je zou kunnen zeggen dat hier inkomenssteun beter is dan prijssteun. Recentelijk wilde staatssecretaris Wiebes de lage btw-tarief afschaffen, maar is dat niet meer doorgegaan. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, dit was wel een goed idee om inkomen her te verdelen tegen de laagste maatschappelijke kosten. Want het idee van het lage btw-tarief is dat mensen met een laag inkomen meer boodschappen doen in de categorie van noodzakelijke levensbehoeften die allemaal onder het lage btw-tarief vallen. Het blijkt dat dat niet zo is. Het blijkt dat iedereen ongeveer evenveel van zijn bestedingen doet in het lage btw-tarief. Daarom is het lage btw-tarief niet een goed herverdelingsinstrument, want je kan dezelfde herverdeling realiseren met de belasting op arbeid. Het nadeel van het lage btw-tarief is dat mensen nu door de fiscus worden geprikkeld om meer boodschappen te doen onder het lage tarief, minder dingen te kopen onder het hoge tarief. En bedrijven krijgen een concurrentienadeel als ze in het hoge tarief hun spullen moeten verkopen. Dus we hebben meer verstoringen in de goederenmarkt, zonder meer herverdeling van inkomen. Je kan dat beter dan doen via de belasting op arbeid alleen. Dus dat was een goed idee en het is jammer dat het niet is doorgegaan. In mijn boek geef ik talloze voorbeelden hoe de overheid doelmatig inkomen moet herverdelen. Zo is bijvoorbeeld de progressie van de inkomstenbelasting niet optimaal. De lage inkomensgroepen betalen te veel belasting en de middengroepen te weinig. Ook is ons regime voor kapitaalinkomen lappendeken. Inkomen uit sparen en beleggen, eigen huis, eigen onderneming en pensioen worden allemaal op een verschillende manier belast. Dat is niet alleen onrechtvaardig, maar is ook ondoelmatig. Er is kortom heel veel beleid denkbaar waarmee de prijs van gelijkheid omlaag kan.